Café De Wettel aan het stationsplein in Nienhoven heropende afgelopen weekend zijn deuren onder een volledig nieuw concept. Uitbaters Dirk en Anita toverden hun zaak na 25 jaar namelijk om tot een echte Oostenrijkse bierstube. Nienhof Media ging een kijkje nemen en een glas gaan drinken. In ieder geval een aanrader. Goedenavond, Dirk en Anita. Al 25 jaar baten jullie in dit pand een café uit, gekend als Café De Wettel. En nu sinds vanavond omgedoopt tot Bierstube De Wettel. Vanwaar de ommekeer naar dit concept? Het was eigenlijk een concept waar we al een paar jaar mee zaten. We waren al aan het verzamelen en van alles aan het aankopen voor toch de vernieuwing te doen. Maar eigenlijk hebben we het altijd zo'n beetje uitgesteld omdat we met ons bouwproject ook nog zaten. Maar toen dat ze beslist hadden om de wegenwerken daar aan passage te beginnen, hebben we gezegd, ja, nu is het eigenlijk de moment. Ons klanten geraken moeilijk tot hier. En het is misschien een moment om er nu toch maar aan te beginnen. De planning was eigenlijk eerst om de werken gedaan te hebben als de wegenwerken gedaan waren. Maar daar hadden we ons wel een beetje aan mispakt. Doordat we het café volledig gestript hebben, zijn we eigenlijk veel langer te werk geweest. En ja, dat is het resultaat nu. Nog een klein beetje afwerking. Ja. En van waar dan het Tiroler gegeven thema? Ik ben een motorrijder, zoals in ieder geval wel weet. En ik rij dikwijls door Oostenrijk. En ga alle jaren naar Hongarije bij de vrienden in Desk. En het is ook die sfeer dat ik wil in Nienhoven creëren, eigenlijk een warme sfeer, alles in taut. Dus dat geeft eigenlijk een veel warmer sfeer tegen dan ons café vroeger was, met eigenlijk een modern café, een moderne getint. En nu is het eigenlijk veel warmer en ook de nostalgie van Nienhoven, je ziet hier de cafépotten, de cafémolekjes, dat willen we toch in ons café brengen. Dus het is eigenlijk zo'n beetje een mengeling tussen het Tiroler gegeven en toch nog altijd dat Nienhofse accent. Ja, jullie gaan ook themaavonden organiseren, heb ik hier gehoord? Eén keer per maand zouden we graag in ons zaaltje dat we hier hebben een themaavond doen. Ja, dat klopt. Het personeel loopt hier uiteraard in de traditionele klederdracht. Maar hier zitten ook twee klanten, Sonja en Patrick, in de mooie klederdracht, de Tiroler stijl. Jullie zijn vaste klanten van Café De Wettel, hè? Ja, normaal gezien, de zaterdagavond komen wij hier met vrienden iets drinken. Ja. Maar jullie zijn ook Oostenrijk-liefhebbers. Ja, zeker. Vroeger gingen wij twee keer per jaar met een auto naar Oostenrijk, Tirol, Zwarte Woud, Duitsland, ja. Hoe tevreden zijn jullie dan nu vanavond, hè, nu dat jullie café, waar je toch wel quasi wekelijks komt, omgetoverd is tot een Tirolerstube? Ja, heel tevreden. Wij vinden dat heel mooi, het interieur. En ja, Oostenrijk heeft iets, ja. En zijn jullie tot hiertoe zelf content van hoe dat alles verlopen is en alles er hieruit ziet? Ja, ik ben er echt gelukkig mee. Ja, want hij is op verlof geweest dit jaar, maar ik niet. Ik wou gewoon niet weg. Ik ben zo gelukkig hier nu. Ik voel er mij echt goed in en ik ben blij dat. Want het is een vrije onderneming geweest en heel zwaar geweest, maar ik beklaag me zeker niet. Nee. Ik zou zeggen aan iedereen die kijkt, kom zeker eens een bezoekje brengen, want het is hier effectief echt heel gezellig. Heel veel succes en ik denk wel dat het zal aanslaan. Ja, dank je wel. Dank u. Iedereen is welkom, zeker. Nienhof Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op nienhofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.